Welkom, mijn naam is Edwin van der Zanden. We zijn hier voor een flitsertest voor Duiken in Beeld. We testen de IS-D1 van CNC, een nieuwe flitser. En voor deze test zijn we in de fotostudio van Ron Offermans. Nou, waarom een onderwater flitsen in een studio testen? Nou, onder gecontroleerde omstandigheden deze flitser goed aan de tand te kunnen voelen. We gaan hem vergelijken met zijn voorganger, de IS-110 Alpha, populaire flitser. De Inon D2000, ook een hele populaire flitser. En de iGlide DS160. Op papier zijn de specificaties van deze nieuwe IS-D1 flitser erg veelbelovend. 10% kleiner dan de IS-110 Alpha, 25% krachtiger. Kijk om. Dit is hem, ja, dat maar de nieuwe flitser. Ik ben heel erg nieuwsgierig. Goed ingepakt. Ja, hij komt zo van de importeur. Oké. Eerste indruk? Hè? Ja. Nou, zit prima. Mooi compact in ieder geval. Dat is natuurlijk erg handig. Ja, absoluut niet zwaar. Ja, kijk, er zit een pilotlamp op. Ja. Hij heeft aan de voorzijde een ledlamp, ja, waarmee je focuslicht hebt. Okay. Flitsbuis, midden voorin. Optisch aanstuurbaar neem ik aan? Ja, hij is optisch aanstuurbaar. Ze hebben de locatie veranderd, want bij CNC zat hij altijd vooraan dat hij zeg maar, nog wel eens ongewenst zou kunnen flitsen. Okay. Dus ze hebben hem veranderd. Waar zit hij? Elektronische aansluiting. Zit hij onder het klepje? Waar zit onder het klepje zit de optische? Ja. Oké, okay. En hier, dit is de elektronische? Ja, dat is de elektronische aansluiting. Oké. En nee, goed, ik neem aan alle TTL-functies voor elke camera. Hij heeft drie TTL-circuits. Daarnaast handmatig. Hij is in 11 stappen. Als je manueel bedient, 11 stappen, ja. Okay. Dus veelbelovend. Nou, het batterijcompartiment zit hier. Het is eigenlijk hetzelfde als standaard bij CNC. Vier penlights, beproefconcept zou ik zeggen. Waterdichte behuizing voor de batterij. Dus mocht er een keer wat misgaan, is niet meteen je flitser kapot. Nou, mooi, maar goed, ja. Doordacht concept. Is natuurlijk de capaciteit in vergelijking met de andere flitsers. Ook de grootte van de lichtbundel is natuurlijk enorm belangrijk. Maar goed, daar gaan we hem eventjes goed mee vergelijken met de iGlide en met de Inon en met de andere CNC. Dus laten we aan het werk gaan. Ik ben benieuwd, Ron. Leuk. Ik test hem gewoon met mijn eigen Nikon D3. Laat ik hem gewoon optisch afgaan op een flitsertje die ik erop zet. Ja. En dan kan ik, ik moet even die rollen dan weghalen. En dan kan ik dan zie je op de achtergrond de bundel. Ja. Oké, nou ga ik een volle flits van de Inon. Eén, twee. Nou, ik ga die DS-160 ook even proberen met diffuser. Dat is natuurlijk altijd handig. Te weten, ja, hij verspreidt het licht, maar hoeveel licht kost het nou echt in de praktijk? Ja. Nou ja, wat ik niet helemaal begrijp van de constructie van deze flitser is dat er nu toch wel heel vaak snoets gebruikt worden. En bij snoets moet je je licht zo ontzettend secuur positioneren dat het wel heel erg belangrijk is dat je ziet waar je licht terecht komt. En daar kan je je instalicht voor gebruiken. Alleen dit instalicht van deze flitsen zit op een andere plek als waar je flitsbuizen zit. Als ik bijvoorbeeld nu deze snoet er gewoon recht voor hou op de plek waar de flitsbuis zit, dan zie je dus helemaal niks van het licht, van het instalicht. Kijk, als ik hem nu omhoog zet, kijk, daar komt het licht van de snoet. Maar ja, goed, dan komt er geen licht uit de flitsbuis. Ik bedoel, dus er zitten twee verschillende posities. Hier heb ik hem recht voor de flitsbuis en hier heb ik hem recht voor het instalicht. Dus ja, dit instalicht is met snoets niet te gebruiken. Nou, we hebben hier alle beelden verzameld. En dan kunnen we het even goed met elkaar vergelijken. Nou ja, het eerste wat ik vergelijk is de verspreiding zonder diffuser.
Nou, dit is dan van die nieuwe flitser, de IS D1. Nou ja, op zich, je ziet hier wel, nou ja, zonder diffuser, dat er wat donkere bandjes in. Het is niet helemaal egaal verlicht, maar toch redelijk. Als ik het vergelijk met de IS 110, nou, hier zie je dus echt dat veel meer dat driehoek. Het is zonder diffuser, beide is het niet echt heel erg mooi verdeeld. Dus dan is die D1 veel beter verdeeld. Nou, kun je het ook nog even vergelijken met bijvoorbeeld hier is de Inon D2000. Op zich wel veel verbeterd, maar je ziet hier dus ook een soort hele raamwerk van twee, een horizontale flitser en een verticale flitser. Die zie je dus echt gewoon ook met hier, die hebben dus echt die hoeken, die donkere hoeken. En even kijken dan nog eventjes de Icolite. Het is de Icolite DS161. Nou, die heeft toch wel de mooiste, de zachtste verlichting. Je ziet ook meteen heeft een veel warmere kleurtemperatuur. Hoewel je de diffuser van bijvoorbeeld de DS110 het licht ook bijna net zo warm maakt. En de diffusers van de D1, hier is de 120 graden. Het blijft het licht even koel, maar het wordt wel heel erg mooi verspreid. En de lichtopbrengst van, dat is wel de conclusie van de D1, ISD1, is verreweg het grootst. Want hier zit ik met diafragma, met diffuser zelfs nog op diafragma 14. Nou Ron, we hebben net ook wat foto's gemaakt van de flitsers met een paal. Waarom hebben we dat gedaan? Nou, ik wilde de flitsers even vergelijken wat betreft de schaduwwerking. Ja. Als je een paal fotografeert, verlicht, dan heb je op de achtergrond krijg je een schaduw. Nou, of dat een keiharde overgang is, van zwart naar wit, of dat een meer geleidelijk overgang is, dat heeft direct te maken met zeg maar de diameter van je lichtbron. Dus een grote diameter zorgt voor een zachte overgang, en een kleine diameter zorgt voor een harde overgang. Nou ja, de Icolite, die zie je meteen dat een zachte schaduw geeft vanwege zijn grote ronde flitsbuis. De Inon flitser die had een vrij harde rechte schaduw, en de CNC flitsers zaten daar redelijk tussenin. Je kan het probleem natuurlijk ook wel heel snel oplossen door er een diffuser op te doen. Dat maakt van een harde flitsbuis ook al meteen een veel zachtere, ja. En krijg je ook zachtere schaduw. Dus, ja. Maar goed, dat gaat dan weer ten koste van je licht. Dan zijn we nu aangekomen bij de eindconclusie van onze test. De centrale vraag eigenlijk is, maakt de ISD1 zijn verwachtingen waar? Nou, ten aanzien van zijn compactheid, 10% kleiner dan de IS110, dat maakt hij zeker waar. 25% krachtiger. Nou, dan kunnen we zeker stellen dat hij dat waar maakt. Hij is gemiddeld 3 tot 4 keer krachtiger dan de andere flitsers uit de test. Zelfs krachtiger dan de grote Icolite DS160. Zitten er ook nadelen aan deze nieuwe flitser? Absoluut een nadeel voor de mensen die een snoet willen gebruiken is de positie van het focuslicht. Omdat hij toch wat minder van kracht is dan bijvoorbeeld de Icolite. Maar heel belangrijk dat hij niet op dezelfde plek zit als waar de flitsbuis zit. Dat zie je terug als je er een snoet voor zet, want er blijft eigenlijk onvoldoende licht over om je snoet te kunnen positioneren. Nou, het grootste pluspunt is de compactheid en de kracht van de flitser. Ik zou zeggen, veel plezier met deze flitser onder water, want je gaat hem onder water zeker veel tegenkomen. Veel plezier onder water.